Welkom bij Vlogmas dag 2. Goedemiddag allemaal. Het is voor mij middag nu, het is maandag en ik ben niet thuis van stage. Ik ben vandaag namelijk niet naar stage geweest. Ik heb namelijk vannacht en vanmorgen de hele en het begin van de middag de hele middag lopen overgeven. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb het idee dat ik gisteren iets verkeerds heb gegeten. Ik heb heel veel pijn in mijn ribben. Ik voel me niet lekker. Ik heb net een gekookt eitje op. Vanmorgen heb ik crackers gegeten, die kwamen er weer uit. Ik heb nu een gekookt eitje op, wat ik net zei, en dat is er redelijk ingebleven. Ik heb vanmorgen wel de adventkalender opengemaakt en ik had even geen puf om te filmen. Maar dag 2 is open gegaan en daar zat in deze badbom. Ik heb geen bad, maar hij zat er wel in. Dus dat vind ik wel heel erg geinig. Ik ga naar beneden, mijn ouders zijn even weg. Maar dat geeft niks. Ik ga nu lekker naar beneden. En even bij de papegaai zetten. Ik heb net een kopje thee op. Het zit er nog allemaal even redelijk in. Ik wil vanavond proberen wat pasta te eten. Omdat ik eigenlijk trek heb. Maar ook weer niet. Dus ik wil kijken hoe dat bevalt. Maar ja. In ieder geval. Ik schreeuw ook zeg. Niet zo gillig. Maar ja, we gaan zien hoe het loopt. Ik ga zo even wat sap drinken, want ik heb al heel veel dorst. Dus ik doe wat klem. Waarschijnlijk denk je, wat ben je allemaal aan het doen? Dit is een oud telefoonhoesje. Die ik niet meer gebruik en ik heb een zwart stukje ervan nodig om achter dit gat te zetten. Dus daar knip je gewoon je oude telefoonhoesje maar voor kapot. Ja, weet je. Wie doet het tegenwoordig niet? En ja, I know, ik heb mijn hoesje met al mijn foto's. Maar er is gisteren een kras opgekomen. Dus ik wil er een laagje overheen laten zetten voor het geval ik hem straks helemaal aan het verzieken ben. Mijn thee is nou koud. Rio is een beetje boos, want die zit de hele tijd in zijn kooitje. Die was vervelend en als we ook zo vreemd doen, dan gaan ze even in de kooi. Zo makkelijk is het. Even drinken, inschenken. Ik doe ook echt de hele dag alleen maar aan de limonadesiroop. Als je nou zegt, heb je trek? Nee, helemaal niet. Ja, ik wil vandaag wel vloggen. Ik heb de hele dag op mijn rust gehouden, vanmiddag ook. Ik heb niet eens een idee hoe laat het nu is. Dat gaan we over enkele seconden zien. Maar focus niet eens. Het is 3:05. Hoe? En nee, ik heb niet te koud water. Maar dat is ook weer niet goed. Ik haal Rio even uit zijn kooi en dan ga ik weer terug op de bank. Gisteren heb ik daar nog weinig van gemerkt. Maar ik merk nu echt, mijn telefoon rinkelt de hele dag door. Dan upload die een vlogmas video. Dan upload die weer een video. Het is zo leuk. Tenminste, ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb nu mijn zwarte leren hoesje weer om. En ik heb dit als achtergrond. Het is misschien wel leuk om te laten zien. De kalender van de maand december. En een kerstboom met lichtjes op de achtergrond. En Rio is een beetje gek aan het doen. Maar ja. Het ging dus niet echt lekker afgelopen nacht. Ik heb echt getwijfeld. Ik zat om 3:30 op het randje van mijn bed. Toen was ik weer een beetje bijgekomen. En toen dacht ik echt bij mijn eigen. Ga ik naar stage? Ga ik niet naar stage?
Ik ben blij dat ik achteraf niet gegaan ben, want ik heb gewoon echt de hele ochtend en begin middag nog gewoon lopen overgeven. Het is echt net pas klaar dat ik denk, weet je, nu hoef ik niet meer over te geven. Maar ja, het was wel even vervelend. Ik heb ook wel echt even getwijfeld, ga ik wel, ga ik niet? Ik denk, nee, ik denk, dit gaat het niet worden. Tot nu toe heb ik nog niet meer overgegeven. Ik heb wel pijn in mijn ribben, ik ben behoorlijk misselijk. Maar, mijn gekookte eitje en mijn kopje thee zit er nu nog in. Dus ik ben benieuwd, eigenlijk. Vanmorgen ook gedoucht, vandaar dat mijn haar zo hoog zit. Maar ja, it is what it is. Kijk, ik ga even mijn lippenbalsem uit mijn jaszak halen. Die zit daar nog in. Ergens. Ik weet niet precies welke zak. Ah, hier. Toppie. Oh! Oh! Wow! Rio kan vliegen. En hij vloog zo naar zijn fucking boom. Ik denk, what? Vriend, mama en ik gaan zo meteen jouw vleugels knippen. Dat is niet leuk. Oh. Mijn lippen zijn zo droog. Alles is droog. Zoals mijn gezicht. Ik heb krim op. Het is nu weer helemaal uitgedroogd. Ik gebruik trouwens deze. Dit is echt mijn to-go lippenbalsem. Hier zit ook mint in, een soort fixachtig. Dus mijn lippen branden altijd heel erg als ik het even opsmeer. Maar dit is Burt Bees Beeswax lipbalm. Met vitamin E en peppermint. Nou, dat klopt wel, je voelt de mint echt. Maar ik vind het wel gewoon echt altijd een hele fijne. Hij is gewoon lekker smal, lekker klein. En het is goed voor je lippen. Ik weet alleen niet waar dat pepermunt altijd goed voor is. Ja, dat gaat zo hier tegenwoordig. Dankjewel. Ik moet alles delen. Ik zit allemaal oude vlogmas video's te kijken van YouTubers en ik zit even met Chantal te praten. We zijn even aan het appen. Het is een tijdje geleden dat ik haar heb gesproken. Ik heb er gisteren nog gesproken, maar normaal praat ik met haar op. Oeh! Hallo! Normaal praat ik met haar op de dag. Maar ze was natuurlijk nu gewoon op stage. Dus ja. Dus ze vroeg hoe het met me ging. En weet ik het wat allemaal. Dus dat is wel leuk. Kiele, kiele, kiele. Rio is lekker aan het koelen. Deze gozer die vindt het gewoon echt geweldig om een lekker rondje. Nee! Jullie zijn getuigen. Jullie zijn officieel getuigen. Nou, het wordt wat jas uit doen. Kom hier. Dat wordt zo wat jas in de was gooien. Oh, Rio. Waarom nou? Ik heb het al zo koud. Moet ik hem nog uit doen ook? Die gooi ik zo wel in de was. Gaat weg. Dat vind ik niet leuk. Nou, dan ga ik maar in mijn... Echt serieus jongens, mijn French shirt is echt helemaal... Helemaal erg geworden. Er zitten vlekken op. Hier zitten vlekken ergens. Zo irritant. Maar ja.
It is what it is. Dan roe je best omdat je niet op je nek gaat. Heftig. Serieus, geen grap. Van het een gaat nu het ander ook beginnen. Ik ben aan de scheid, dat is niet normaal. Het is in mijn geval alleen maar goed, maar zo erg. Ik begon me enigszins goed te voelen omdat ik niet meer aan het overgeven was. Maar ik voel me nou weer erg zo beroerd. Het is niet gezond dat ik al gewoon 2 weken niet ga. En nu komt alles er gewoon als water uit. Ik ben gewoon al 4 keer achter elkaar gelopen. Blij dat het geen reuk-tv is, maar oh my god. Ik loop helemaal leeg. Ik voelde me ineens in mijn camera aan mijn zak. En ik denk, oh, ik pak hem wel. Ik voel me echt niet lekker worden. Dus ik voel me heel raar. Heel gek gezicht. Ik zie heel raar. Ik voel mijn benen bijna niet. Ik voel me echt heel raar. Ik weet niet of dit normaal is, maar echt. Oh my god. Wat voel ik me raar. Echt heel raar, ik voel me heel eng. Ik kom ook echt serieus niet van die pot af, ik heb de kracht niet. Ik voel me heel slap. Mijn telefoon wel bij, ik denk dat mijn moeder gewoon even gaat bellen. Ik weet niet wat ik heb, jongens. Ze neemt niet op. En de camera is leeg. Even opladen. Goed, ik ben in bed gestrompeld. Vraag me niet hoe. Ik voel me heel eng. Heel raar dit. Oh my god. Ik denk dat ik gewoon de vlog ga eindigen. Er is toch niet zo heel veel meer te vertellen, jongens. Sorry voor deze tweede vlog. Ik dacht die er iets anders aan toe ging dan ik gehoopt had. Maar ik bedank jullie wel voor het kijken. Deze video een duimpje omhoog. Als je meer wil zien van deze vlogmas dagen. En dan zie ik je heel erg snel bij een nieuwe video. Tot morgen.